Rembrandt, uitkijkend over het naar hem genoemde plein in Amsterdam, heeft er geen weet van dat dicht in zijn buurt op uiterst simpele wijze met verf gespeeld werd. Vrij kiezend uit 7 kleuren kan men in 1 van 8 op een rij opgestelde draaitrommels verf op papier spuiten. Het zogenaamde creatieve zit in de manier waarop dat gebeurt. Als de trommel gaat draaien, verspreidt de verf zich over het papier, waardoor uiterst grillige effecten ontstaan. Die heten dan schilderijen. Het idee voor deze schildercentrifuges is in het Spanje van Salvador Dalí ontwikkeld. En 2 Amsterdamse zakenlieden brachten het mee. Een kind kan zo een schilderij maken. En schilderen is goedkoper dan u denkt. Want voor maar 2 gulden kun je hier geautomatiseerd creatief bezig zijn tot het moment waarop het nooit tevoren te bepalen resultaat zichtbaar wordt. Als alle tubes leeg zijn en de trommel is uitgedraaid, wordt het al dus ontstaande werkstuk op verzoek via een passepartout van een passende omlijsting voorzien. En wie het zuinig bewaart, krijgt er misschien later nog wel eens een heleboel geld voor. Zodra kunst uit de centrifuge in zal zijn.